had ik in verkering met Marie. In geen winkel kon ze slagen voor bikini. En na maanden zoeken vond ze in Scheveningen een zaak die maakte hele grote dingen. Het was 2,5 meter in de omvang. Dat is mij te groot, dus wat doe je dan? Dan ga ik met mijn buurman naar het café. En daar zitten we dan tot een uur of twee. We zingen samen met heel veel plezier. Over geen vrouwen meer, maar wel twee glazen bier. Zo ken ik ook de meid, die heette Griet. Heette Griet? En van veraf leek ze jong, van dichtbij niet. Toen ik haar eens wat beter had bekeken, zag ik hoe langer en hoe meer gebreken. Raft uitte mij als man tegen de borst. En ik kreeg ineens verschrikkelijke dorst. Dan ga ik met mijn buurman naar het café. En daar zitten we dan tot een uur of twee. En zingen dan heel hard met dubbele tongen. Over twee bessen ijs. En ook nog maar twee jongen. Toen kreeg ik kennis aan een Caroline. Ik kon met één oog om een hoekje zien. Vergeet ik haast te zeggen van Yvette. Oh, die vette. En die at de hele dag alleen kroketten. Problemen heb ik ook gehad met Ankie. En dan wordt het nu weer tijd voor een nieuw drankie. Dan ga ik met mijn buurman naar het café. Daar zitten we dan tot een uur of twee. We drinken, zingen en we maken herrie. Over! Nu maar twee droge sherry. We stoppen nu dus met dit mooie zingen. Na afloop geven wij handtekeningen. Vooral aan vrouwen en heel soms aan mannen. Op kaarten en op briefjes en op pannen. Aan hooggeplaatste mensen, zelfs aan vorsten. En af en toe bij de vrouwen op de hand. Dan ga ik met mijn buurman naar het café. En dan zitten we dan tot een uur of twee. En drinken wijn en dan drinken we uit flessen. Dan ga ik met mijn buurman naar het café. En dan zitten we dan tot een uur of twee.